We zagen en hoorden Jinse Jansen met Iedere Dag, denk ik dat het nummer heet. Hoe zien jullie dagen eruit, Axel en Tim? Frustrerend, denk ik. Frustrerend, want jullie zijn eigenaar van een bedrijf dat zorgt voor de import, de distributie, de service en het onderhoud van professionele audioapparatuur. Dus als ik het goed begrijp, scheppen jullie de randvoorwaarden op audiogebied voor dat kunst en cultuur zich kunnen uiten? Ja, ja, correct. Ja. Ja. Ja? De apparatuur zeg maar in een heel breed terrein. Dat gaat van, heel simpel gezegd, synthesizers tot high-end mengpanelen. Mm-hmm. En dat doen wij al 25 jaar en hebben daarin een aantal merken die nou ja, hun weg vinden in onze industrie. Ja. Dat is heel breed, dat is cultuur, maar dat is ook heel zwart-wit gesproken een bruiloftsband. Hè? Wat ook cultuur zou kunnen zijn. Ja, volop cultuur. Maar ook opleidingen voor scholen, ROC's, waar de studenten voor de toekomst in ons vak, die achter de camera's of achter de mengpanelen staan, getraind worden. Dus jullie geven ook trainingen? Wij geven ook trainingen, ja. Dat is met name wat Tim doet. Ja. En hoe raakt deze crisis jullie bedrijf? Hard natuurlijk. De markt wordt geraakt en wij gaan daar direct achteraan. En zoals we net al zeiden, ons klantenbestand is vrij breed. Dus het is niet alleen een theater of het is niet alleen een festival. Maar er zitten zoveel meer mensen achter dan op eerste oogslag lijkt. Ja. En om hoeveel mensen gaat het dan? Waar moet ik aan denken? Nou, als je in de totaliteit even onze branche bekijkt, hè, dus mm-hmm. Importdistributie. Daar zitten dus bijvoorbeeld mensen in die helemaal niets hebben met techniek. Hè. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de mensen, bijvoorbeeld een boekhouder bij ons. Hè, ja. Of een orderverwerker. Ja. En dat is allemaal e-commerce tegenwoordig, de magazijnmensen, et cetera. Dat zijn mensen die helemaal niets met cultuur hebben in de zin van dat zijn geen acteurs. Mm-hmm. Dat zijn ook geen mensen die op televisie komen. Wellicht komen ze een keer in theater, maar die verdienen dus wel primair hun brood in de cultuur. Ja. Als onderdeel van die hele keten. En dat zijn er, als ik even puur naar Nederland kijk, denk ik zo zeker rond de 1750 mensen primair. 1750? Jazeker, zeg je dat? Jazeker. Ja, want er zijn natuurlijk importeurs van vele merken audio, hè? En van microfoons tot en met mengpanelen en luidsprekers. Ja. Maar daaromheen, dus het is dus de primaire ring, daaromheen heb je natuurlijk een hele grote groep. Die werken voor de sector. En dat bedoel ik niet ZZP'ers, maar mensen in vaste dienst. Moet je denken aan mensen in de warehouse, hè? Dus die in de logistiek werkzaam zijn. Mm-hmm. En we hebben bijna 15.000 pallets op voorraad. Dus dat is een enorme hal waar mensen primair werkzaam zijn, elke dag weer, met het afhandelen van de orders. Die hebben dus dat ligt ook stil? Dat ligt, stil. We zitten op ongeveer 60% minder dan wat we normaal hebben, structureel. 60 minder? Ja, 60%. Minder. Ja. Nou, dat is substantieel. Dat is substantieel. Wij zijn op het moment dat die zondagmiddag die onheilstijding kwam, mm-hmm. Zijn we 2 weken nageijld en toen klapte het in 1 keer naar beneden naar structureel 60% minder. En ja, daarom zitten we ook hier, omdat wij natuurlijk een groep vertegenwoordigen die primair elke dag bezig is met cultuur, die elke dag bezig is met het op gang houden van de cultuur. Maar die zal je niet gewoon zien op posities zoals waar jij zit, mm-hmm. hè, of waar hier de mensen zitten. Nee. Maar wel mensen die gewoon doodsbenauwd zijn voor hun baan. En dan word ik boos, dan word ik gefrustreerd. En dan zie je wat je 25 jaar lang hebt opgebouwd en vele collega's met mij. Zie je, als ik het heel plat zeg, naar de galamiezen gaan. Ja. Want als straks alles weer open gaat, en ik hoop echt dat het veel sneller gaat dan wat er nu gebeurt. Kan mij niet veronderstellen van jongens, daar zijn we weer. En we gaan weer vrolijk verder waar we geëindigd zijn. Nee, want waarom niet? Waarom kan dat niet? Meerdere factoren. De investeringsbudgetten zijn er ook niet voor die bedrijven. Maar los daarvan, klanten worden ook voorzichtig nu. En die zeggen, we gaan nog wel even een tijdje door met wat we nu nog hebben. Als ze überhaupt nog bestaan. Want er zijn genoeg die deze periode niet eens door kunnen komen. Ja. Ja. En die dus of klanten zijn omgevallen of ze trappen zelf op de rem nog. Dat zou ook kunnen, ja. Ja, maar ik mag misschien een voorbeeld geven waar we het vanmorgen nog over hadden. Hè. Wij hebben bijvoorbeeld de popzaal en theaters richten wij in. Hè. En dat is een onderdeel van het totaal. We hebben nu een aantal theaters waar de directie een onderhoudspakket op de rol had staan voor deze zomer. Ja. En die hebben gezegd, we gaan dat verschuiven naar het najaar, want we weten niet. Hè. Nou, dat vind ik onbestaanbaar. Hoe kan je als een gesubsidieerd theater, hè, laten we zeggen een gemeentelijk theater. Want dat vind je not done. Dat is gewoon absoluut not done. Ja. Je zou als lokale overheid zou je juist moeten zeggen, we gaan die investeringen of die onderhoudsschema's of wat het dan ook maar mogen zijn. Mm-hmm. Hè, net als in de bouwcrisis ga je juist zorgen dat er gebouwd wordt. Ja. Nu ga je juist als overheid zeggen, we gaan stimuleren dat er vervangingen misschien wel een jaar eerder naar voren worden gehaald. Om ervoor te zorgen dat al die mensen aan het werk blijven. Ja, dus dat is de kern van jouw boodschap.
Maar de kern van mijn boodschap is van... gooi de branche eerder open waar dat mogelijk is. En, mm-hmm. en hou niet vast aan 30 mensen, want daar kunnen wij helemaal niks mee. Okay. Zorg ervoor dat je naar die 500 tot 1000 norm komt, al heel snel. Veel sneller als september. Daar komt er lucht, daar komt er meer beweging in. Ja. Dan komen die bruiloften en partijen weer op gang. Dan komen de lokale kleine evenementen weer op gang. En als je met een paar duizend man op de Dam mag demonstreren. En je mm-hmm. kan, daar is nu wel het nodig over doen geweest. Ja, of dat nou wel helemaal zo verstandig maar was. Misschien kunnen we daarvan leren, want dat wil ik dan graag als punt maken. Misschien mm-hmm. kunnen we daar over 2 weken van zeggen van nou, dat is een goede benchmark geweest. Ja. Want misschien over 2 weken blijkt er helemaal geen piek te zijn. Ja. Maar dat is niet in mijn grip. Mijn grip is gewoon zorg ervoor dat die markt sneller open gaat. En dat die investeringen vanuit overheid, vanuit lokaal niveau, in de theaters, in de popzalen, in waar het dan ook culturele centra, eerder worden gedaan. Ja. Haal die naar voren, desnoods een jaar of 2, 3. Zodat er een hele grote groep mensen, en niet alleen cameramensen en mm-hmm. geluidstechnici, maar ook installatiebedrijven, en de onderhoudsmonteurs, accountants, orderprocessors, noem het allemaal maar op, die allemaal in de cultuur werkzaam zijn, dat die aan het werk kunnen blijven. Ja. Een hele grote en hele belangrijke groep dus om voor te tekenen. Absoluut. Ja. En die komen dus straks nooit meer aan het werk. Hè? Als ik die moet gaan ontslaan in september, omdat er geen werk meer is, omdat we structureel op dat niveau blijven zitten. Die mensen kun je niet omscholen naar bonsaiboom kweken of naar mensen in de horeca of in de zorg. Die mensen hebben een vaste baan, vast salaris, daar hangen gezinnen achter. Die krijgen nooit meer een vaste baan en helemaal niet meer op het niveau waarop ze nu zitten. Duidelijk verhaal. Okay. Dank jullie wel voor je komst. Voor hoeveel mensen ga je nu tekenen? 1750 primair, minimaal. 1750 primair, minimaal. Ja. En die tweede ring houden we nog in gedachten. Die komt vast nog aan bod in deze demonstratie. Dank voor de komst, heren. En heel veel sterkte gewenst voor de komende periode. Jullie ook. En nogmaals dank voor dat. Excellent, Tim. Dank je. Okay, ga je gang. Dank je. Daar tekenen. Maar je bent wel vrij lang. Je zou hem ook daar een beetje linksboven kunnen linksboven, lijkt me goed trekken. Onderlucas. Moet ik het aantal er ook bij zetten? Het aantal hoeft er niet bij, dat tellen wij mee. Oké. Okay. Daar staat hij. Oké. Dankjewel. Graag gedaan. Dank je. Cultuur in actie. Succes verder. Merci.